Kan je mij misschien vertellen wat de OW-week inhoudt? De OW-week is eigenlijk de introductieweek van Delft. Net zoals dat je bijvoorbeeld in Groningen de keiweek hebt. En alle eerstejaars die zich willen, die moeten zich daarvoor inschrijven. Die komen dan naar Delft. En alles wat met studenten en studeren te maken heeft, dat doet iets op de OW. Maar ook alle studentenverenigingen en studieverenigingen hebben open huizen, om het zo maar te zeggen. En dan kan je heen, kan je gewoon de sfeer proeven. En het is dus eigenlijk gewoon een manier hoe nieuwe eerstejaars studenten de stad kunnen leren kennen, oriënteren wat er te doen is, ook buiten te studeren om. Want het is natuurlijk ook heel belangrijk dat je niet alleen studeert, maar je ook van andere dingen kunt doen. En daar is OW heel belangrijk voor. Hoe beleef je deze OW-week in de coronatijd? Ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet heel veel naar de OW ben gegaan. Gisteren hadden we dan wel een informatiemarkt en dan ga je gewoon langs de kraampjes van verenigingen. Dat was dan wel van hou afstand en het OW-terras moet je ook echt afstand houden. En dan voor de borrels moet je gewoon testen. Dus dat doe je dan ook echt elke dag. En dan is het als het goed is helemaal veilig. Dus ik weet niet hoe het normaal is, maar ik vind het wel gewoon goed georganiseerd. Ik vind het heel leuk georganiseerd. Alleen heel erg jammer dat wij niet zelf ons eigen groepje mochten kiezen. Dus wij zijn gewoon met een paar gasten de hele dag zelf gewoon een beetje rond aan het lopen. Gaan we verenigingen langs. We houden ons eigenlijk niet heel erg aan het programma. Maar gewoon bij verenigingen langs gaan, barretje, OW-terras, dat soort dingen zijn wel leuk om te doen. Ik vind het wel leuk. Wel weer leuk dat niet alles meer online is en dat we echt met mensen in het echt zijn. Maar wel, als ik hoor van de voorgaande jaren, jammer dat het allemaal best wel vroeg klaar is. En 1,5 meter toch wel. Dus dat is het enige waarvan ik denk, jammer, maar... Ja. Ja. Ik vind het leuk dat we iets kunnen doen. Ja, dat we iets kunnen doen inderdaad. Het examen was natuurlijk ook best wel veel online. Het is natuurlijk met die 1,5 meter is het natuurlijk anders, maar voor de rest is het... ik heb voor de rest nooit een OW-week, obviously, meegedaan. Dus ja, behalve de 1,5 meter en dan testen voor toegang is het eigenlijk voor mijn gevoel niet echt heel anders. Het is natuurlijk wel heel anders. Sowieso met dingen als feestjes en zo. Normaal gesproken gaat het gewoon de hele nacht door. En bijvoorbeeld nu, dat is nu in ieder geval beter dan vorig jaar, want nu zijn er volgens mij tot 11 uur activiteiten en mag er bijvoorbeeld wel gedronken worden, wat vorig jaar dan weer niet mocht. Dus ja, het is heel anders. En hebben jullie het idee dat jullie wel goed voorbereid jullie studentenleven in kunnen gaan? Ja, als je in het laatste jaar van jullie middelbare school nogal hectisch was? Ja, dat denk ik wel. Ja, goede voorbereiding wel. Ja. Zeker, s'avonds gaan we heel vaak bij huizen langs en we hebben al heel veel verenigingen gezien en ook bij de studievereniging heel veel mensen ontmoet. Dus je hebt al een hele hoop connecties voordat je erin gaat. Ja, ik denk wel, ik was gewoon best wel goed op school, dus ja, het is voor mij op zich wel te doen. Maar ik ben gewoon heel benieuwd hoe het allemaal gaat binnenkort. Waar kijken jullie het meest naar uit het komende jaar in jullie studentenleven? Toch wel de gezelligheid en de feestjes. Nieuwe mensen leren kennen. Echt veel mensen leren kennen inderdaad. Lekker het studentenleven echt in, ook kastjes en zo. Lekker vrienden maken. Ja. Ik denk dat ik het meest uitkijk naar echt dieper op de stof ingaan. Ik heb echt zo zin om echt iets meer te leren over de natuurkunde in dit geval. Maar ja, dat lijkt me wel cool. Ja, studentenleven, op kamers gaan en gewoon mijn studie